Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 7 juli. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Nou, laten we gelijk maar even beginnen met het nieuws wat momenteel Nederland helemaal beheerst. En dat is natuurlijk het neerschieten van Peter R. de Vries. Ik zat Goede Tijden te kijken gisteren. En altijd in de reclame van Goede Tijden maak ik koffie. Dus terwijl ik koffie aan het maken was, hoorde ik eigenlijk al een paar keer mijn groepsapp afgaan. Maar ik was in de keuken bezig, dus ik denk, nou, ik kijk zo meteen wel. Dus ik heb mijn koffie gemaakt, ik zet mijn kopje neer. En eigenlijk in de reclame van Goede Tijden komt er vrijwel op een gegeven moment dus een extra nieuwsbulletin van het RTL Nieuws. En ik denk, nou, wat zou het wezen? Zou er toch weer iets zijn met corona? Want ja, het gebeurt niet heel snel dat je een extra nieuwsbulletin krijgt. Op dat moment open ik de groepsapp en heeft Frank dus al geschreven: goh, wat hoor ik nu? Is Peter R. de Vries neergeschoten? Dus ik zeg, meen je dat nou? En inderdaad, dat extra nieuwsbulletin ging daarover. Dat hij was neergeschoten, vrij ernstig. Wat ik heb begrepen is dat hij in zijn hoofd is geschoten. Maar dan besef je eigenlijk hoe snel het kan gaan in 3 à 4 minuten. Hij had die avond bij RTL Boulevard gezeten. Ik heb dat zelf overigens niet gezien. Ik was wel verbaasd dat je eigenlijk zo snel naar een uitzending weg kon. Want RTL Boulevard duurt van 6:30 tot ongeveer 7:50, geloof ik. 7:55, zoiets. En om 7:30 is het dus allemaal al gebeurd. Zijn auto, hij heeft een privéparkeerplek, schijnbaar daar dicht bij de studio, wat 3 à 4 minuutjes lopen is. En in 3 à 4 minuten is dat dus gebeurd, terwijl hij van de studio naar zijn auto terugliep. Maar ja, ik denk dat je er wel vanuit kan gaan dat dit een hele gerichte aanslag is geweest. Want ja, als je van zo dichtbij wordt neergeschoten, is dit niet iets waarvan ze denken, goh, ik ga even in het rond schieten en ik kijk wel wie ik raak. Het is natuurlijk gewoon heel doelbewust gebeurd. Er is verder ook nog geen informatie bekend. Wat ik gisteren heb gehoord is dat hij aan het vechten is voor zijn leven. Het is nu alweer vrij rustig. Je hebt nog geen nieuwe meldingen meer gezien. Zijn zoon die heeft nu gereageerd dat hun grootste nachtmerrie werkelijkheid is geworden. En ik denk dat ze het allemaal misschien ergens wel een keer zouden verwacht hebben. Omdat hij zich natuurlijk ook met de onderwereld, de zaken van de onderwereld bezighoudt. En hij wilde zelf geen beveiliging. John van de Heuvel, die houdt zich ook met dat soort zaken bezig, maar die heeft wel beveiliging. Die is ook gelijk gisteravond bij een feestje weggehaald toen het nieuws naar buiten kwam. Die was op een feestje van Gordon en die is er eigenlijk gelijk weggeleid door zijn beveiligers. Maar goed, Peter R. de Vries wilde dat dus zelf niet. Dat is natuurlijk ook een keuze. Of het een hele verstandige keuze is, ja, dat kun je betwijfelen. Ik denk als jij, wat ook bekend is geworden, dat hij op een dodenlijst stond, denk ik dat je er toch rekening mee moet houden dat er mensen rondlopen die jou dus niet meer in leven willen hebben. En dat het misschien toch verstandig is om beveiliging in te schakelen. Maar goed, daar moet je ook mee kunnen leven natuurlijk. Dus ja, eigenlijk ging het de hele avond verder daarover. Ik heb wel een stukje gezien van dat van Koppens. Maar eigenlijk, ja, er was al vrij snel een korte uitzending van Hart van Nederland. Na een hele korte uitzending van Shownieuws. Alles stond in het teken van het neerschieten natuurlijk. Dus eigenlijk was dat ook een beetje de avond hoe de televisie gevuld was. Ik heb ondertussen nog wel even zitten gamen. Ik heb ook gewoon mijn foto's bewerkt en de vlog afgemaakt. Maar het had wel een rare schaduw over de avond. Dat dit soort dingen, dus dat je eigenlijk in Nederland met wat voor, als je dit soort werk doet, niet eens veilig bent. Dus dat vond ik wel heel, ja, heel bizar dat dit soort dingen gewoon gebeuren. En ik denk dat er heel veel speculaties zullen gaan uit welke hoek dit zal komen. Je weet het niet, het is ook niet bekendgemaakt. Misschien heeft iedereen wel een vermoeden. Maar goed, hij was natuurlijk ook heel betrokken bij de nabestaanden. Hij was nu heel erg nog bezig met de zaak van Nicky Verstappen. Hij heeft zich ook weer vastgebeten bij de familie van Tanja Groen. Waar ze dus een, ja, die nooit is gevonden. Dus ja, hij heeft wat dat betreft al heel veel betekend. Alleen ik vond het wel een beetje apart, want er werd al heel veel in de verleden tijd gesproken gisteren. Ze deden allemaal net alsof hij overleden was. Er waren op een gegeven moment ook allemaal beelden dat ik denk van, waarom krijgen we allemaal dit soort beelden te zien terwijl zo'n man nog gewoon leeft?
Dus dat vond ik allemaal wel apart. Dus ja, dat was een beetje een aparte avond. Ik heb daarna wel gewoon Nieuw Amsterdam gekeken en Papadag. Maar het was allemaal een beetje vreemd. Dus ja, dat was de avond. En daar wilde ik het toch natuurlijk eventjes over hebben. Ik ga zo eventjes lekker een sopje maken. Dan ga ik hier even lekker schoonmaken. En daarna even bullet journalen. Dus dat wordt het ook verder. Niet heel veel bijzonders. Maar even lekker de boel weer schoon. Dat is wel lekker. Dus ik ga jullie er gewoon bij zetten. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Zo, alles is lekker klaar. Ik kon jullie er alleen niet heel erg veel bij zetten, want het kaartje van de camera die was helaas vol. Dus ik heb wel wat kunnen filmen, maar het is niet overdreven veel. Dus die moet ik vanavond even legen. Ik heb trouwens gisteren toch een ander lakje op mijn nagels gedaan, want die andere die was heel erg beschadigd. Dus toen heb ik het eraf gehaald en heb ik dit kleurtje erop gedaan. Gewoon even een beetje nude, niet heel bijzonder. Ik heb ook nog vanmiddag even mijn teennagels geknipt. Want ik lag in bed en die waren zo allemachtig lang. Ik denk, nou, die moeten eraf. Dus dat heb ik ook even gedaan. En hier is lekker gewoon alles nu klaar. Dus dat is wel lekker. Ik heb nog even lekker gebullet journaled. Dus dat was ook wel eventjes ontspannend, zeg maar. Vind ik altijd wel lekker na het schoonmaken nog even wat ontspannends doen als dat lukt. Meestal op dinsdag niet, omdat ik dan wat later klaar ben. Maar nu had ik eigenlijk nog gewoon tijd zat om even wat creatiefs te doen. Katjes hebben net lekker gegeten. Dus ja, wat dat betreft eigenlijk wel een lekker middagje. Ja, ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ja, vanavond televisie kijken. Ik wil eigenlijk Steenrijk straatarm kijken, maar ik weet niet wat er op tv is. Want ik heb het idee dat alles nog een beetje in teken zal staan van Petra de Vries. Zo ook RTL Boulevard las ik al. Dus ja, dat allemaal eventjes afwachten. En ik ga gewoon mijn artikel schrijven, want alle foto's zijn daarvoor klaar gelukkig. Ik moet alleen nog even wat beelden, zeg maar, die ik heb gemaakt. Foto's van mijn gezicht toen ik de producten testte, moet ik nog eventjes klaarmaken. Maar dat is niet heel veel werk. Ik ga misschien nog even met Nathalie gamen. We hebben verder nog niks over afgesproken. Maar dat was misschien eventjes een dingetje. Want we hadden gisteren nog even gebeld. Dus dat is nog niet zeker. En ik ga Nieuw Amsterdam kijken. En daarna gewoon weer papa dag. Dus dat wordt het verder ook. Ik heb de emmers nu naar boven gedaan. Dus dat is wel lekker. De deur kan nu goed dicht. Kan ik je dat nu niet laten zien. Omdat ik met de telefoon film. Maar dat zal ik morgen wel eventjes laten zien. En natuurlijk het kaartje leeg. Dan kunnen we morgen weer gewoon met de camera filmen. Want dat is toch wel beter dan dit. Dus ja, dat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is alweer 8 juli en ik ben klaargemaakt, want ik ga zo meteen boodschappen doen. Mijn coach kwam weer een keertje op tijd, dat is ook wel lekker, want dan ben ik weer een beetje op tijd terug. En Mickey? Ja. Dus dat is wel lekker, dus ik ga straks boodschappen doen. Ah, lekker, die staart weer in beeld. Dat willen de mensen niet zien, Mickey, een staart. Gewoon even normaal zitten. Ik had mijn moeder eventjes gebeld. Die moest naar het ziekenhuis toe vanmorgen. Ze hoopte heel erg dat ze mocht gaan belasten. Dat heeft ze echt al best wel een paar dagen over. Maar ik zei ook, hè, tuurlijk, dat zou fantastisch zijn. Maar probeer.
Maar van het negatieve uit te gaan, dan kan het altijd meevallen. En het viel niet mee dus. Want ze mag nog niet belasten. De breuk is nog niet geheeld. Dus ze moet over 2 weken toch nog weer terug. Ze was ook wel een klein beetje teleurgesteld. Ze zegt ook wel, het is wel wat het is. Maar ja, aan haar appje kon ik merken dat ze toch wel een beetje teleurgesteld was. Over 2 weken gaat ze nu op vrijdag erheen. Want over 2 weken is het 22 juli. En dat betekent dat lente jarig voor is. Even serieus. Wij zaten van de week in een groepsapp. Zaten we foto's te sturen van lente naar elkaar. Van hoe klein ze was. En dat het allemaal zo snel gaat. En ik vind het bij andere mensen altijd al hard gaan. Maar lente staat dichtbij. En dat gaat ook hard. Ik bedoel, dit kleine mensje. Dat wordt gewoon al 1. Ik bedoel, even serieus. Waarom gaat het zo hard? En ik ben heel blij en dankbaar dat ze natuurlijk al 1 mag worden. En dat het zo goed gaat. Ze is gisteren naar het consultatiebureau geweest. Gaat hartstikke goed met lente. Maar het gaat wel onwijs snel hoor. Soms denk ik wel eens van, ho, even de groei stop nu, weet je wel. Gewoon omdat je wil dat ze nog even klein blijft. Maar het is natuurlijk heel fijn dat ze al 1 mag worden. Maar het gaat, is ook wel heel snel gegaan. Want ik weet nog, vorig jaar rond deze tijd zaten we gewoon echt te wachten van, nou, voel je al wat? Zit er al beweging in? Wil ze er al uit? Nee, ze wou niet. Dus daarom gaat ze dan op vrijdag daarheen. Nathalie gaat dan ook gewoon mee. Die gaat dan wel gewoon weer naar huis toe. Want we hebben dan dat zaterdag daarna hebben we het feestje van lente. Dus daar moeten ze natuurlijk ook dingen voor voorbereiden. Maar mijn moeder verveelt zich ook gewoon. En de dagen duren lang. Ja, ze is normaal gewend om 6 dagen per week te werken. Ze heeft normaal gesproken alleen een zondag vrij. En nu zit ze natuurlijk gewoon de hele tijd thuis. Ik heb er van de week wat e-boeken toegemaild. Ik zeg, nou weet je, ga maar lekker lezen. Dan heb je wat te doen en daar ben je wel even zoek mee. Dus, dat eigenlijk een beetje. Gisteravond heb ik Steenrijkstraat Arm gekeken. Het was wel een herhaling, maar deze die was wat langer geleden. Die kon ik niet zo heel goed meer herinneren. Het was wel een hele mooie uitzending. Nou, daarna kwam shownieuws, maar alles stond nog in het teken van Peter de Vries. En Bram Moskowitz was ook heel aangeslagen. Die zat zelfs na de reclame niet meer aan tafel. Dus, dat was ook allemaal wel weer eventjes, heftig. Het is gewoon allemaal natuurlijk afwachten. En je weet nu wel dat ze verdachten hebben opgepakt. Maar je weet niet wat de link is of wat dan ook. Tenminste, er is niks over naar buiten gebracht. Ik las straks dat een arts heeft gezegd dat hij heel veel geluk en hoop moet hebben dat hij hieruit komt. Dus ja, het zal de komende dagen daar nog wel even over blijven gaan, vermoed ik. Ik heb mijn artikel geschreven, daar ben ik super lang mee bezig geweest, want het was echt best wel veel werk. De vlog die staat inmiddels online, ik heb een thumbnail gemaakt. Toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken en daarna Papa Dag. Maar daar ben ik ook alweer bijna doorheen. Volgens mij heb ik nog 2 afleveringen of zo, dus dat gaat ook best wel hard. En ik hoop heel hard nog op een derde seizoen, want het is echt een leuke serie. Ik ga nu even stofzuigen en zo even de boodschappentassen pakken. Dan ben ik gewoon klaar als mijn coach komt. En dan ga ik straks boodschappen doen. Dus dat is even de planning. Ik zie jullie dan ook gewoon weer als ik terug ben. Want er is verder nu toch niks waar ik jullie bij kan zetten. Dus tijd om even wat te gaan doen. Mijn coach is wat later. Dus ja, omdat ik nu toch moet wachten, gaan we maar eventjes op de switch. Terwijl ik wacht hoe Animal Crossing opstart. Ja, ik kan nu niet zo heel veel meer doen. Ik heb geprobeerd alvast wat op te ruimen in die kast in de keuken. Maar ja, dat moet van het weekend gewoon eventjes. En ik kan er niet zo goed tegen om niks te doen. Maar Animal Crossing duurt een beetje lang. Maar daar is die. Dus dat gaan we nu even doen. Voor zolang het kan, want het zou ongeveer een kwartiertje duren. Dus misschien dat ik tot 2:10 kan spelen. 2:15. En dan, gaan we dat maar even doen. Zo, alweer eventjes terug van de boodschappen. Maar ik heb straks mijn knie gestoten en het wordt letterlijk nu al blauw. Echt. Je kunt hier zien dat ik hem heb gestoten. Hij wordt dus nu al heel erg blauw. Maar het valt, ja, je ziet het licht, maar hij wordt wel heel blauw, denk ik. Want het doet ook echt gruwelijk veel pijn. Maar goed,
Ik heb ook weer even kattengrit gehaald, want ik wist niet of ik het ging redden. Dus ik heb alles weer binnen. Dus ik zal jullie eventjes neerzetten en dan zal ik even laten zien wat ik heb gehaald vandaag. Ik had ook ijs gekocht. Maar ik kwam in de vriezer zitten. Dat waren van die bekers. Had je 1 plus 1 gratis. Wat is er, tijgertje? Hou eens op. En dan had je dus snikkerijs en M&M's ijs. Maar je had ook allemaal ijsjes van Katja en ik heb snikker en M&M gekozen. Maar ik zal jullie even neerzetten en dan zal ik even de boodschapjes laten zien. Nou, voor mijn moeder heb ik even bij de Aldi deze glazen vershoutbakjes gehaald. Die wilde zij heel graag hebben. Ze kan natuurlijk nu zelf de deur niet uit. Dus die heb ik even voor haar gehaald met deksel. Dus die kan het volgende week dan meenemen. Dan heb ik weer een zak met patat. Aardappelschijfjes. Ik heb bakken en braden. De bonen waren in de aanbieding. Dit zijn Hollandse bonen. Die gaan echt heel lekker zijn. Dat weet ik nu al. Ik heb blokjes in gelei gehaald. Ook voor mijn moeder heb ik zachte dropgoed. Die vond ze heel lekker. Daar had ik haar mok mee gevuld. En die had ze al op. Dus ik zeg, nou, ik neem ook een lekkere zak mee. Ik heb melk gehaald. Dan heb ik slaapplinken gehaald, een broccoli. Dat trouwens, die was echt heel goedkoop. Deze is 454 gram en is 90 cent. Dus dat vond ik wel een goede prijs. Ik heb eventjes vuilniszakjes met handvaatjes. Die gebruik ik altijd in mijn bakje, zeg maar. Of in mijn bakje, ja. In het afvalbakje van de... Ik kom even niet op het woord. Wat is dat vervelend? Nou, waar je afval ingaat, zoals deze dingen, weet je wel. Oh, hij spreekt nu echt letterlijk op mijn camera. GFT-bakje. Want ik heb dus nu heb ik van die biozakken. Maar die zijn zo gigantisch dun. Ik vind het niet fantastisch. En mijn moeder zegt dat die gaan dus kapot aan de onderkant. Dus die duurt even, maar dan ben je net. Ik heb gerookte spekrepjes meegenomen. Natalie heb ik aardappelkoppen gehaald, want die wilde ook wel wat lekker. Dus ik dacht, nou, ik neem wel aardappelkoppen mee. Dus ook een kleine tas. Nou, ik had voor mezelf dan even zo'n varkensschnitzel, zo'n XXL meegenomen. Nou, echt XXL win ik ze niet meer, maar hè. Rokkie-rondjes. De frietjes van het huis. Chocomelk. En bij Plus was de kast dus 1 plus 1, dus die heb ik ook even meegenomen. Nou ja, ik had een pakketje gekregen. Ik wist niet wat erin zat. Ik heb hem eventjes vluchtig opengemaakt en uit, omdat ik benieuwd was. En er zit dit bordje in, dat is van Claudalie. En het is een potje met crème. Dus die heb ik gekregen. Ik weet niet, ik heb hem niet besteld of zo. Maar die lag ineens voor mijn deur. Dus nou, die ga ik even testen. Zat in dit roze doosje, lag ineens voor mijn deur. Ik heb fotolijstjes gehaald. Ik ga volgende week naar mijn oma toe. En ja, ik wilde nog een cadeautje meenemen. Dus ik dacht, nou, ik doe wel een foto. Want ik vind ze heel leuk. En mijn moeder had ook nog geen foto van mij. Dus ik heb 2 fotolijstjes. Kijk hoor, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ja, ik heb nog 2 van die scrunchies gehaald. Die waren nu een eurotje. Wel leuke kleurtjes ook. Vind ik altijd wel heel fijn. En dan heb ik nog 3 big shirts. Want die vind ik altijd heel erg lekker om ook 's avonds aan te trekken naar het douchen. Alleen die van mij, die... waren allemaal alweer in de was. En in de zomer merk je toch dat je die veel meer gebruikt. Ik heb allereerst deze met koffie erop. Met zo'n koffiemok. Ik heb maar een emmertje gedaan. Want esjes hadden ze niet meer. En op zich is dit wel lekker als het iets breder zit. Of iets ruimer zit. Dan heb ik Good Night met zo'n slaapmasker erop. Ja, ik vind deze dingen echt heel fijn. En You Smell met lippen erop. Dus dat vond ik wel heel erg leuk.
En voor in de fotolijstjes heb ik natuurlijk ook een foto. Die heb ik even afgedrukt bij het kruisvat. En dat is deze. Dus dat is gewoon een hele mooie foto, vind ik zelf. Die past dan precies zo in het lijstje. Dus nou, die ga ik nog even leuk inpakken. Maar die heb ik vorige week gemaakt. Die vond ik wel heel erg mooi. Dus dat waren alle dingetjes voor deze week. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik zo even lekker douchen. Straks even eten maken. En dan vanavond de cliffhanger van GTST. Ja, het is echt wel snel gegaan. Dus ja, dat is vanavond al. Dus ik ben wel benieuwd. Ik heb al wel het een en ander gelezen. Dus ik denk ergens wel dat het heel spannend wordt. Maar dat ga ik zien. Verder is er vanavond niet heel veel op tv. Maar ik ga wel even kijken. Ik ga de foto's sowieso bewerken. En dan ga ik daarna. Ik heb vanavond sowieso Nieuw Amsterdam. En ook vanavond begin ik dan met code 37 op Videoland bij seizoen 1. Dus dat wordt de planning. Dus ik ga het even opruimen. En dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 9 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn bril net gepoetst. Dat blijf je altijd doen, hè, bril poetsen. Nou, laten we even beginnen bij mijn knie. Hield nog steeds wel zeer. Hij is inmiddels ook wel blauwer geworden. Ik zal het even laten zien, want ik krijg dit wel omhoog. Oh. Kijk, dit is de blauwe plek die ik dus heb overgehouden van het stoten. Ja, het valt op zich nog wel mee, maar het doet vooral wel heel veel pijn nog. Ik ging straks sporten en toen moest ik de buigingen doen door mijn knie. Toen dacht ik, oh chips, ja, die knie. Dat deed wel even goed zeer, maar ik heb het wel gewoon gedaan. En de pijn trekt vanzelf wel weer weg natuurlijk. Maar het was gewoon een heftige stoot, dus ach ja. Gisteravond heb ik de cliffhanger van Goede Tijden gekeken. Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik niet heel erg onder de indruk was. Voor mij de cliffhanger die mij toch het meest is bijgestaan, waarvan ik ook echt niet kon wachten tot het weer zou beginnen, Goede Tijden, dat was toch de parachutesprong. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie de heftigste cliffhanger vonden, want ik weet dat een aantal van jullie ook Goede Tijden kijkt. Dus ik ben wel benieuwd wat voor jullie nou echt een cliffhanger is geweest die is bijgebleven. Daarna kwam ik er ook achter, want Goede Tijden begon en er stond dus boven in beeld. Deze aflevering kan heftige beelden bevatten. Dus ik dacht, nou, dit zal wat worden. Maar het viel me eigenlijk reuze mee. En toen las ik dus later op internet dat ze dus ook twee varianten hebben gemaakt. Namelijk een milde variant en een wat heftigere variant. De heftigere variant die zou eigenlijk gisteravond uitgezonden worden. En die milde variant die was bedoeld als herhaling. Omdat Goede Tijden vandaag de dag door nog best wel een paar keer herhaald wordt. Sowieso op RTL Lounge. Ik weet niet of RTL 4 ook nog de herhalingen uitzendt. Dat was vroeger wel zo. Dat was volgens mij dan tussen koffietijd door of zo. Maar ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. En omdat ze dan toch bang waren dat er kinderen konden zijn die ook vlagen ervan zouden opvangen, hadden ze gekozen voor een mildere variant. Alleen ze hebben uiteindelijk gekozen om ook gisteravond een mildere variant uit te zenden, naar aanleiding van de gebeurtenissen van dinsdag. Dus ik heb de heftige variant niet gezien. Mensen die Videoland hebben en het op Videoland hebben gekeken, die zullen hem wel gezien hebben. Want op Videoland stond hij vorige week online. Dus ik ga ervan uit dat daar wel de heftigere variant heeft gestaan. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of ik daar meer van onder de indruk was geweest. En ik ben ook wel benieuwd of een van jullie dan wel de heftigere variant heeft gezien. Omdat je misschien toch hebt gekeken via Videoland. Ik ga er inmiddels vanuit dat ze van Videoland ook die heftigere aflevering hebben weggehaald. En dat daar nu ook de milde zou staan. Maar dat weet ik dus niet. Maar dit heeft me niet heel erg gepakt. Ik heb nu niet zoiets van, oh, ik moet wachten tot 30 augustus, want dan begint het pas weer. Nee, eigenlijk totaal niet. Weet je, ik zie het dan wel weer. En vroeger was er gewoon meer spektakel en dat mis ik wel. Vorig jaar hadden we natuurlijk geen cliffhanger door de corona, omdat ze toen ook eerder gestopt zijn. Ja, die werd toen halverwege het jaar uitgezonden. Volgens mij rond december hebben ze die toen uitgezonden. Dus ach, weet je, we gaan het wel zien. Maandag begint het spelletje, vind ik ook hartstikke leuk weer.
Daarna heb ik met mijn moeder en Nathalie gebeld. Dus ik heb eigenlijk verder geen tv meer gekeken. Dat was wel heel leuk. Ik heb wel nog even lekker gegamed. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Er moet er even nog eentje van opnieuw gemaakt worden. Want die was niet mooi genoeg. Dus die moet ik nog even doen. En ja, toen heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. En ben ik begonnen met code 37. En ik moet zeggen dat ik het wel heel leuk vind. Dat ik nu weer bij seizoen 1 ben begonnen. De eerste aflevering. Want ik kan wel zeggen dat ik het allemaal eigenlijk niet echt meer kan herinneren. Misschien sommige vlagen. Maar het staat me niet heel erg bij. Dus dat is wel super leuk. Want het is ook super lang geleden dat ik het heb gezien. Mocht je van misdaadseries houden. En ook wel een beetje van de Vlaamse misdaad. Is code 37 zeker een aanrader. Te vinden op Videoland. Dit gaat wel om zedenzaken, maar ik kan hem je wel aanraden, mocht je daarvan houden. Ja, verder eigenlijk niet heel veel gebeurd. Ik heb lekker gegeten, ik heb de boodschappen opgeruimd. Ik moet de tassen nu nog wel naar boven brengen. Dus ja, dat is het. Dan ga ik straks ook eventjes de slaapkamer doen. Ik denk niet dat ik een gewone was erin doe, maar even een handwasje. Dat ik eventjes die nieuwe big shirts erin doe. Samen met dat jurkje wat ik vorige week heb gekocht. Die doe ik gewoon even op de handwas. Ik vind het zelf nooit fijn om nieuwe kleding aan te trekken zonder dat het gewassen is. Dus dat wil ik sowieso wel eventjes doen. En dan ga ik de slaapkamer lekker doen. Want ja, lekker weer even schoon bedje. Die is gewoon even toe aan een schoonmaakbeurtje. Dus dat is eigenlijk de planning. Niet heel veel bijzonders. Maar ja, ik ga jullie er gewoon weer bij zetten. Verder is er vanavond persconferentie. Omdat de cijfers toch weer zorgwekkend zijn, zullen er vanavond weer maatregelen komen. En wat ik heb begrepen, komen die vooral rond het uitgaansgebied, die beperkingen. Dus we gaan het afwachten vanavond. Dus ja, dat was het ook eigenlijk wel. Dus ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik eerst even de boodschappen naar boven brengen. Maar het kattengrit laat ik denk ik even staan. Ik heb eigenlijk niet zo zin om nu met die knie dat kattengrit naar boven te doen. Dat kan ik van de week ook wel even doen als het wat minder pijn doet. Dus ja, dat is voor nu even de planning. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. Deze vriend die gaan we ook even afwassen. Dan kan ik daar vanavond lekker mijn koffietje uitdrinken. Ja, ik had hem ook voor mezelf gekocht, want ik vond hem te leuk. En ik had deze al gegeven aan Nathalie voor de verjaardag. Dus ja, superleuk. Dus die ga ik eens eventjes afwassen straks. Ik heb even de handwasspullen gepakt. Dan kunnen jullie het ook even zien van gewoon. Maar ik vind het er allemaal best wel breed uitzien. Dit is dan dat jurkje. Ja, misschien valt het wel mee als ik hem aan heb. Je kunt hem wel aansnoeren. Dus je kunt hem wel tailleren. Dus dat is op zich wel leuk. Dus dat is die. Dan zie je hier ook even de afbeelding van dat big shirt. Dan deze, die met good night. Die vind ik er ook vrij breed uitzien hoor. Maar ja, S hadden ze gewoon niet meer. En heel vaak gaan deze shirts ook niet meer vanaf S. En die van koffie. Dus die gaan we er nu even in doen. En dan gaan we de slaapkamer doen. Thank you.
Zo, ik heb een beetje een niesaanval, want ik had best wel veel stof, dus ga ik best wel veel niezen. Maar het is weer lekker schoon, ik heb lekker een schoon bed. Alles is gewoon weer helemaal schoon en als ik nu die slaapkamer binnenkom, ruikt het ook zo lekker fris. Ja, daar word ik altijd wel heel blij van. Ik heb straks ook even mijn voeten geveld, want ik begon alweer wat ruwe plekjes te voelen, dus die heb ik weer even glad gemaakt. Gisteren had ik mijn teennagels al even geknipt, want die waren ook zo gigantisch lang. Dus mijn voeten zijn wel weer klaar en dan kan er morgen mooi een ander lakje op. Ik had mijn nagellak er ook afgehaald trouwens, ik weet niet of ik het had verteld. Maar die was best wel beschadigd met boodschappen doen, dus ik denk die gaat eraf. Ik heb het wel een beetje warm, ik heb me te warm aangekleed. Maar elke keer denk ik, oh, het is niet zo warm en dan toch met poetsen is het toch best wel warm. Dus vanaf morgen toch maar weer gewoon de t-shirtjes uit de kast. Ik ga zo nog even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten maken. Je hebt vanavond niet heel veel op televisie. Ik denk dat ik nog eventjes iets ga terugkijken wat ik heb opgenomen. En ik ga sowieso even lekker gamen. Want ik heb een beetje een dilemma op mijn eiland, maar daar heb ik eventjes Nathalie bij nodig wat zij ervan vindt. Dus dat ga ik nog wel even vragen. Verder ga ik even de video in elkaar zetten en ga ik even mijn artikel schrijven. Ik moet dan nog wel even één nieuwe foto maken, maar dat kan vanavond wel, want het is nu toch wat langer licht, dus dat is niet zo heel erg. En dan ga ik daarna weer Nieuw Amsterdam kijken en verder met code 37, dus dat is het ook eigenlijk wel. Maar het is wel weer een lekker gevoel dat alles nu in ieder geval schoon is. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik heb verder toch niks meer te melden. Ja, straks natuurlijk om 7 uur even de persconferentie kijken en dan zien we wel weer wat er gezegd wordt. Daar gaan we het morgen wel weer eventjes over hebben. Dus, nou ja, tijd om te relaxen. Ik was trouwens, dat was ik vergeten te vertellen, bijna nog van de trap gevallen. Want ik kwam van de trap boven, van de zolder. En op een of andere manier ging het niet helemaal goed. En moest ik een sprong maken van een aantal treden naar beneden. En ik was wel een beetje bang voor mijn knie, maar uiteindelijk ging het wel goed. Het is wel goed gekomen, maar ik heb altijd wel de angst dat ik een keer van die trap afval of zo. Omdat ik soms ook wel eens te snel naar boven ga. En dat was denk ik nu ook het geval. Dus het was echt zo bijna, oeh, wat gaat er nu gebeuren als ik nu niet spring? De kans was aanwezig dat ik dan was gevallen. Dus dat vond ik wel een beetje creepy. Dus dat was een beetje een aparte ervaring. Maar goed. Nou ja, nu ga ik echt zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze... Zaterdag, het is 10 juli. Ik ben klaargemaakt. Even een update van mijn knie. Kijk, hij is nu wat blauwer geworden dan gisteren. Dus, nou ja, dat is het. Hij doet nog wel zeer als ik er zo overheen blijf. Maar goed, dat hoort er eventjes bij. Dus zijn we daar ook even van op de hoogte. Nou ja, de persconferentie gisteravond. Ik was zelf niet heel erg verrast door de maatregelen die weer zijn gekomen. Er zijn vooral weer maatregelen gekomen in de horeca en evenementen mogen natuurlijk niet meer. En ook het uitgaan is allemaal weer wat anders. En ja, het verbaast me allemaal weer niet. Ik had gisteren even het feest op het plein erop staan. Op Nederland 1, het muziekfeest op het plein. En ik moet zeggen dat ik in eerste instantie dacht dat het een herhaling zou zijn. Omdat ik zoveel mensen zag staan. En ik dacht echt van, nou, dit kan gewoon niet nieuw zijn. Maar dat bleek het dus wel te zijn, want ze zeiden ook echt van ja. En we mogen allemaal weer en dat soort dingen. En zijn jullie er blij mee? Ja, het was wel echt in de coronatijd opgenomen. Maar het was zo druk dat ik dacht, dit is bijna niet meer van deze tijd. De batterij van mijn camera is slecht, dus ik ga even verder filmen met mijn telefoon. Dus ja, in dat opzicht verbaast me allemaal niks wat er nu weer is, is bekendgemaakt gisteravond. Het is op 13 augustus, dus het is gewoon afwachten. Of het daarna toch weer versoepeld kan worden. Of dat er misschien nog meer wordt aangescherpt. Maar goed, dat weten we nog niet. Dus dat is gewoon afwachten. Nou ja, zoals ik al zei, er was gisteravond echt helemaal niks op televisie wat ik interessant vond. Dus ik heb gegamed. Ik zou eigenlijk gaan gamen met Nathalie, maar die was erg moe. Dus we hebben niet samen gegamed. Ze is wel even naar mijn eiland gekomen om te helpen met de vraagstukken die ik had. Dus toen kon ik ook weer verder.
Ik heb mijn artikel geschreven, ik heb mijn video in elkaar gezet en toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken en code 37. Maar ik moet wel zeggen dat nu het zomer is, dat het gewoon wat saaier is op televisiegebied. Vooral die vrijdagavond. De rest van de week valt nog wel mee, omdat je nog eens wat kan terugkijken. Maar dat was nu niet echt. Ik heb wel gelachen. Mijn oom die had de app Wombo ontdekt. Dat is dus zo'n app. Daar kun je dus een lip-sync video van jezelf maken. Je kunt dus een foto uploaden. Dan kun je een liedje uitkiezen. En dan gaat die app maakt daar een filmpje van. Ze stuurde dat steeds door. Zijn moeder die stuurde dat door. Ik zeg, nou, ik dacht, ik ga het ook wel eens proberen. Even kijken wat hij van mij maakt. Ik zeg, nou, het is toch verschrikkelijk. Je krijgt ook van die hele gekke tanden, krijg je dan. En Nathan zegt, stuur het eens door. Ik zeg, nou, ik weet het niet hoor. Ik vind het nogal een beetje beschamend. Nou, joh, doe gewoon. Dus ik had het doorgestuurd. Ik zeg, Nathan, ik vind die van jou nog wel leuk. Dus ik had er ook even van Nathalie gemaakt. Maar ja, een beetje apart kom je eruit te zien hoor. Ik kreeg een heel smal bekkie. Echt hele ingevallen wangetjes. Ja, het was een beetje apart, maar op zich wel even grappig. Ik ga zo meteen eerst even stofzuigen en dan ga ik de was naar boven doen. Dan kan ik even de batterij op de oplader doen van de camera. En ik ga jullie er dan even bij zetten als ik de kast ga opruimen. Want ik ga ook even alvast de foto's in de lijstjes doen, want ik heb nu mijn nagels nog niet gedaan. En dan anders dan heb ik weer later het feit dat ik weer mijn nagellak ruïneer. Daar heb ik niet zo zin in. Dus dat is voor nu even de planning. Niet heel veel bijzonders, maar ja, gewoon een beetje basic. Dus ik ga nu eerst even de kamerlaptop opladen leggen en hier even de stofzuiger doorheen doen. En dan ga ik eerst even de was in de kast doen, want het is best wel een berg. Dus dan kan die mooi weer netjes de kast in. Zo, de fotolijstjes zijn klaar voor mijn moeder en voor mijn oma. Dus die zal ik dan eventjes, kan ik er eentje nog even van inpakken. En dan hebben die ook weer een mooie foto. Dus wel weer leuk zo. Dus ik ben er weer blij mee, zou ik zeggen. Nu is het tijd om deze kast even netjes te gaan maken. Dus ik ga alles er even uithalen en even anders indelen. Dus laat ik er maar eens aan beginnen. Zo, de kast is opgeruimd. Ik heb hier nu wat spullen neergezet bovenin die ik niet zo vaak gebruik. Dan heb ik hier zeg maar alle theedoeken, handdoeken en kleine doekjes. En dit is een beetje een rommelkantje, daar kan ik niet zo heel veel mee. En hier heb ik dan de voorraad met boodschappen staan, zodat ik niet telkens naar boven hoef. Dus dat is ook wel fijn. Dus ik zal de rits even dicht doen. Ik ben eigenlijk nu wel redelijk tevreden. Nee, het wordt wel even lastig. Ik denk dat dit niet helemaal dicht kan. Ik ga het eventjes proberen dicht te doen, want het is een beetje lastig. En hij is dicht. Je ziet wel dat hij nu niet helemaal tot onderaan toe komt, maar dat geeft op zich niet. Hij staat in ieder geval nu weer zo netjes, dus ja, ik ben er wel blij mee. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ja, ik ben er gewoon niet super goed in, maar ik ben voor nu wel heel erg tevreden. Voor de mensen die nog nieuwsgierig waren naar het ijs wat ik had gekocht, zijn dus deze potten en dit zijn dus de Snickers. En hier heb ik dus M&M's. Dus dat had ik dus van de week gekocht, maar die had ik jullie niet laten zien omdat ik het al in de vriezer had. Maar dit waren dus die ijsemmertjes. En hier, dit is de pindasmaak van M&M's en die vind ik heel erg lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze ijsjes. Zo, de katten zijn uitgegeten. Ik heb nog wel even lekker gebullet journaled, maar ik ben vooral blij dat de klusjes die ik wilde doen klaar zijn.
dat de foto's in de lijstjes zitten, dat in ieder geval mijn was er in de kast ligt. En ook wel dat die kast ja, wat geordend is. Het is nog steeds niet perfect, maar ja, voor nu kreeg ik het gewoon even niet beter. Maar ik ben al blij dat ik nu veel beter bij mijn handdoeken, theedoeken en doekjes kan. Dus dat is wel echt een heel fijn idee. Dus dat, ja, dat is wel fijn. Ja, verder ga ik ook niet veel meer doen. Ik ga vanavond even mijn teennagels lakken. Verder weet ik eigenlijk niet of ik nog iets ga kijken, want er is weinig op tv. Dus misschien dat ik een film aanzet. Ik wil sowieso ook nog even gamen, dus ik ga wel even kijken hoe en wat. En ik wil even met de vlog alvast een stuk editen. En ik ga sowieso Nieuw Amsterdam en Code 37 kijken. Dus dat wordt verder de avond niet heel veel bijzonder. Straks even lekker douchen en dan even eten. En dan kan ik ook lekker de bank op. Maar het is raar weer, want het zou bewolkt zijn. Maar het is hier binnen alweer 24 graden. Dus ik had nu even het raam open en de deur ook openstaan. Maar ik heb nog niet echt het idee dat het lekker afkoelt. Maar gelukkig heb ik wel de ventilator lekker aan. Dus dat is altijd wel heel fijn. Ja, ik ga nu verder ook niks meer doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, ik ga gewoon even lekker relaxen. En ik ben wel klaar voor vandaag met de dingetjes die ik wilde doen. Dus ja, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 11 juli. En ik heb net even lekker een spelletje gedaan. Ik heb even de buitendeur opengezet, want het is wel lekker. Want het is binnen toch warmer als buiten, geloof ik. Ja, het is binnen 24 graden, dus wel even lekker eventjes de deur open. Ik kreeg gisteravond het bericht van nu dat er dreiging was bij de studio van RTL Boulevard en dat alles ontruimd is. Dus ze konden geen uitzending maken. Heel bizar natuurlijk naar de gebeurtenissen van afgelopen week. Dus ik had er echt zoiets van, wat gebeurde toch in dit land allemaal? Wat er verder allemaal aan de hand is geweest, dat is ook niet echt bekendgemaakt. Ze zijn aan het nadenken over een andere uitzendlocatie, omdat het blijkbaar toch allemaal wel onder vuur ligt. Dus dat was wel een beetje apart. Voor de rest had je weinig op televisie wat mij interesseerde. Want je had een nieuw programma op SBS6. Het was een zangprogramma. Nou ben ik allereerst een beetje zangprogramma's moe. Want je hebt er gewoon te veel gehad. Ten tweede sprak de jury me ook niet echt aan die er zat. Dus ik had zoiets van, nou laat maar. Toen ben ik film gaan kijken. En ik heb de film After We Collide gekeken. En dat is een film die is gemaakt naar aanleiding van een boekenreeks. Dat is de boekenreeks van Anna Todt, de After-serie. Alleen ik moest even heel erg nadenken, want het is heel lang geleden dat ik die boeken heb gelezen. En de eerste film heb ik ook gezien, maar dat is ook alweer een ruime tijd terug. Maar ik zag van de week dus dat deze ook alweer een hele tijd uit was. Ik geloof dat het derde deel nu binnenkort in de bioscoop draait. Dus die heb ik gekeken. Het was wel een mooie film, maar ik moest wel even goed nadenken. Maar dat was wel leuk. Ik heb de vlog over het grootste gedeelte af. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken en Code 37. En dat was het ook eigenlijk wel. Het was niet heel veel spannend. Dus ik heb ook nog gegamed. Maar ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga zo even stofzuigen. Dan ga ik de kleden even lekker wassen. Ik ben even mooi de wasmachine in. Ik ga even de groenten afhalen. Ik ga alvast even vlees eruit halen, want ik heb geen vlees gekocht vanmorgen. Want ik heb nog heel veel in de vriezer, dus dat ga ik eerst maar eens even opmaken. En ik ga even het cadeautje inpakken voor oma. En daarna ga ik even foto's maken. En ik zal je uiteraard laten zien waar ik foto's van ga maken. Maar ik zet je verder ook nergens bij. Maar ja, er is ook verder niet heel veel gebeurd waarvan ik denk van nou, dat is handig om te vermelden. Ja, ik heb mijn moeder even geholpen met de boeken. Die kan ze nu lezen. Zij leest ze dan op de laptop, dus dat is wel mooi. Dan heeft ze ook weer wat te doen. Maar goed, ik ga nu eerst even de kleden in de was gooien. En dan ga ik even stofzuigen. En dan eerst maar eens eventjes zorgen dat de groente weer afgehaald is. Dus ik zie jullie straks als ik de producten voor de foto's ga laten zien. Zo, de was draait. Ik heb inmiddels ook eventjes mijn stekla helemaal schoongemaakt. Alleen dit blijft zo plakken, weet je, met die handvaten. Dus daar ben ik niet helemaal blij mee, maar het is wel helemaal schoon. Ik heb alles ook afgewassen. Dat is top. Ga ik hier even de foto's kunnen laten zien. Even de deur dicht, want ze hebben zoveel last van het geluid. Oké, ik heb hier allemaal lakjes van het kruidvat. Die high-gloss lakjes, die komen dus nu
in de review online, want ik hoef er nog maar 2 te testen. Dus dat kan dan mooi. Dat ga ik mooi redden. Dus die. Dus ja, dat is wel mooi. Dan heb ik een oogschaduwpaletten van Catrice. Het Nude Collection Eyeshadow Paletten, de Corals. Die ga ik fotograferen. En ik heb een aantal producten van Essence. Ik heb hier de I Love Extreme Crazy Volume Mascara, de mini variant. Ik heb hier een mini fixing spraytje. Een mini handlotion. Mini lipproductjes. Mini parfumstaaltjes. En nog een mini cooling stick. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Ik heb het cadeautje voor oma ook ingepakt. Kan ik nu mooi even gaan fotograferen. Dus alles loopt wel lekker vlot. Dus dat is wel lekker. Dus tijd om even foto's te gaan maken. Zo, de katjes hebben inmiddels lekker hun eten op. Ik heb alles klaar. De foto's zijn gewoon goed gelukt zoals ik het op het eerste gezicht zag. Het kan nog wel eens zijn dat ik dan achteraf denk, goh, ik vind hem toch niet scherp genoeg dat ik hem even opnieuw doe. Maar vooralsnog zag het er wel goed uit. Dus dat is altijd fijn. De droger is ook bijna klaar. Ik had de kleding er dan ingedaan en die doe ik dan wel even in de droger. Want dan kunnen ze ook gewoon snel de bank erop. Dat vind ik wel lekker. En ik wilde eventjes jullie de melkpijl laten zien. Want ik ben heel trots. Kijk, we hebben de 400 abonnees. Dus dank jullie wel dat jullie allemaal zo met zoveel weer zijn geabonneerd. Ik vind het zo lief dat er mensen zijn die zich abonneren op mijn kanaal. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik wil daar toch even bij stilstaan, want ik vind het toch best wel veel. Alweer 400, oké. Vergeleken bij de grote YouTubers is 400 helemaal niks. Maar ik ben heel blij met mijn 400 abonnees, dus laat ik dat voorop stellen. Ik moet alleen de lampen nog even opruimen straks. Die staan af te koelen, maar voor de rest heb ik alles al netjes opgeruimd. Dus dat is wel lekker. Ook wat ik die bestekbak nog even heb schoongemaakt. Want ik had de groenten helemaal klaar en het ging eigenlijk allemaal vrij vlot. Ik zag gisteravond dat het wat vies was. Ik denk, nou, die ga ik ook gelijk even schoonmaken. Dus dat is ook wel lekker. Alleen de handvaten dus van mijn bestek, die blijven een beetje plakkerig. Dus ik had mijn moeder al geëd van, joh, heb je nog tips? Die had het over schoonmaken zijn. Dus even kijken of dat wel helpt. Ja, en dan denk ik, ze zouden eigenlijk gewoon een keer een vaatwasser in moeten. Want ik denk dat je dan die plaklaag gelijk klaar kwijt bent. Maar ja, ik heb geen vaatwasser, dus dat houdt op. Dus we houden het gewoon bij afwassen. Ik sta elke keer wel te schrobben, maar echt de plaklaag wilde niet af. Dus dat is een beetje lastig. De droger is klaar. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik ga vanavond mijn nagels lakken, want ik heb een heel tof kleurtje die ik lekker erop ga doen. Ik ga even Flikker Rotterdam kijken, want die heb ik gisteravond opgenomen. Want verder is er toch niks wat mij echt interesseert. Ik ga sowieso foto's bewerken en ik ben ook even bezig met een extra video voor dinsdag. Dus die komt dan ook online. Dus die moet ik ook nog even verder in elkaar zetten. En ik ga gewoon Nieuw Amsterdam kijken en vanavond heb ik weer papa dag. Dus dat wordt verder ook de avond. Niet heel spectaculair, maar gewoon lekker even lekker gamen, weet je. Gewoon even lekker een beetje relaxen, dus wel lekker. Dus ja, dat is de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik heb nu verder toch niks meer te melden. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 12 juli, ik ben klaargemaakt. En het ruikt hier naar brand. Ik ruik een brandlucht en dat is niet zo heel erg fijn, want ik rook het net al in de douche. Dus ik vraag me echt af, is het een brandlucht of is het, ja, barbecue zou je bijna niet denken. Want ik bedoel, het is 3:50. Wie gaat er nu barbecuen? Maar oké, het ruikt niet echt lekker. Vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga eventjes een video opnemen en daarna gewoon even bullet journalen. Dat is het ook gewoon. Ik heb wel mijn nieuwe shirtje aan van Primark. En ik heb mijn nagels gedaan. Fuchsia roze. En dat is dit kleurtje. Die van het kruidvat. De High Gloss. En dit is de kleur 190 Pink Parrock. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Het is een hele moeilijke. Het is een beetje moeilijk te lezen. Dus die heb ik lekker opgebracht. Ik heb gisteravond
Flikker Rotterdam gekeken, want er was eigenlijk niks op televisie wat mij interesseerde. Meester Frank Visser heb ik al heel vaak gezien. WK, of EK moet ik zeggen, het is helemaal niet het WK. Het EK heb ik verder niet meer gevolgd, dus ik was ook niet van plan om de finale te kijken. Italië heeft geloof ik gewonnen, maar het zal wel. Ik heb even mijn wenkbrauwen geëpileerd, had ik gisteravond al een beetje gedaan. Maar ik zag nu toch net toen ik mijn make-up deed dat er toch nog wel wat verdwaalde haartjes zaten. Dus die zijn er ook uit. En ik heb een jeugdsentiment ontdekt, jongens. Ik kwam Spring tegen. Ik weet niet of het voor jullie bekend overkomt. Spring, dat was een jeugdsoap op Catnet. Het was een Vlaamse serie die zich afspeelde in een dansschool. Ze hadden ook een band Spring en Nathalie en ik keken dat altijd. Ze hebben op een gegeven moment ook een Nederlandse versie gemaakt. Dat heette Topstars. Het eerste seizoen was compleet hetzelfde, want ze hebben ook dezelfde studio gebruikt. Maar dat was minder succesvol, want ze hebben geloof ik maar 2 seizoenen gehad. En ik geloof dat Spring veel meer seizoenen heeft gehad. Maar dat kwam ik weer tegen. Dan dacht ik, oh ja, dat keek ik altijd met Nathalie alleen. Daarnaast had ik gelijk met dat liedje van Spring in mijn hoofd. Dus dat was minder fijn, maar was wel even grappig. Ik heb de extra video afgekregen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb Nieuw Amsterdam gekeken. En ook daarna Papadag. Ik denk dat ik nu nog 1 aflevering heb. Ik denk dat ik er nu echt bijna doorheen ben. Maar goed. Dus ja, dat was allemaal wel goed. En ik moest een nieuw boek beginnen. Want ik had mijn boek zaterdag uitgelezen. Toen had ik heel veel geluk. Want het vervolg was al wel uit. Maar ik had het nog niet gespot. En toen kwam ik die ineens tegen. Dus toen kon ik gelijk door met het nieuwe boek om te gaan lezen. Het vervolgboek. Dus dat was wel heel erg leuk. Daar hou ik altijd wel van. Dan hoef ik niet zo lang te wachten. Dus dat was wel positief. Ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan ga ik eerst even een video opnemen. Want dan is dat ook weer gebeurd. Ik ben ook wel even lekker bezig geweest. De video opnemen ging echt al vrij vlot. Dus ik was al snel klaar. Dus dat was wel fijn. Ja, toen heb ik dan eventjes wat dingen gedaan. Maar ik weet niet. Ik ben een beetje inspiratieloos. Het kwam niet echt lekker uit mijn vingers vandaag. Maar goed, soms heb je ook wel van die dagen. Zometeen ga ik even lekker relaxen nog. Dan straks douchen en dan eten maken. Vanavond heb je de quiz Ik weet er alles van. Dat komt in plaats van Goede Tijden. Dat is nu het 3e jaar dat ze dit uitzenden. En ik vind het echt super leuk. Het zijn nieuwe afleveringen. Ja, ik vind het heel erg leuk. Want ik vind het zelf ook altijd wel leuk om mee te doen met quizjes, zeg maar. Dus ik heb daar wel weer zin in. Ik vind dat een leuke vervanger in plaats van Goede Tijden. En verder weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga kijken. Want je hebt niet heel veel op televisie. Op RTL 4 heb je een nieuw programma. Maar ik weet niet of dat echt wat voor mij is. Maar verder is het allemaal een beetje karig. Dus ik ga het wel even zien. Ik ga sowieso even lekker gamen. Ik heb het idee dat Nathan nog even op het eiland wil langskomen. Want hij wilde bloemetjes kopen. Ik ga sowieso eventjes de video inplannen. Mijn artikel schrijven. Nieuw Amsterdam kijken. En Papadag. Ja, en wat de rest van de avond brengt, dat ga ik wel zien op televisiegebied. Want ik weet het gewoon nog niet. Ja, ik heb nu verder eigenlijk ook niks meer te melden. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ja.
Ik kan tegen jullie blijven praten, maar ik heb eigenlijk niks meer om over te praten. Dus tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 13 juli. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo even de standaard dingen doen. Dus eventjes aan de gang met de douche, de gang, kattenbakken. En dat is het dan ook wel. Ik ga zo even het raam hier openzetten in de hoop dat het wat afkoelt. Want het is hier 24,5 graad binnen. Dus het zou lekker zijn als het weer iets naar beneden gaat. Ik had gisteren speklapjes gegeten, want ik had gezegd dat ik de vriezer een beetje leeg wilde maken. Dus ik had wat speklapjes eruit gehaald. Alleen er zaten er 3 in een zakje. En dat betekende dus dat er eentje niet meer terug de vriezer in kon, omdat ze al uit de vriezer kwamen. Dus ik had ze wel alle 3 gebakken, maar ik kon ze natuurlijk niet op. Dus ik zei tegen mijn moeder, goh, wil jij soms nog een speklapje? Want mijn moeder vindt het ook wel lekker om zoiets koud op te eten en ik hoef dat niet. En ik vind opgewarmd ook niet lekker. En dan heb ik het ook gehad. En dan denk ik, nou voorlopig ook weer even niet, want dan word ik een beetje misselijk. Ik ga donderdag even bij mijn moeder langs en die wou hem al hebben. Dus die kan mooi daarheen. Dat is ook weer tegen de verspilling, dus dat was mooi. Gisteravond knapte de lamp in de keuken weer eens. Ja, dat is ook zoiets dat gebeurt bij mij heel vaak. Mijn moeder zei, heb je er nou een ledlamp in gedaan? Ik zei, nee, nog niet, want ik had dus nog 2 gewone lampen staan. Dus die wil ik eerst opmaken. Maar die lampen daar, die knappen zo snel, die ben ik zo doorheen. Verder heb ik gisteravond het spelletje gekeken. Was wel heel leuk, was wel met VIP's. Dus dat was eventjes even wennen, omdat ze ook vaak categorieën hebben waar ik dan zelf helemaal niks van weet. Maar op zich was het wel heel leuk. Ik heb er wel van genoten. Toen heb ik een programma gezien, Bed & Breakfast en de Liefde ofzo op RTL 4. Was op zich ook wel leuk om te zien. Het was leuker dan ik had verwacht, maar er was verder ook niks wat ik leuk vond. Dus ik dacht, nou, dat is op zich wel leuk. Ik heb de video in elkaar, of nee, de video geüpload. Ja, wel verder in elkaar gezet. Ik heb mijn artikel geschreven. En toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken en dat liep zo spannend af dat ik dacht, oh, ik wil nu verder kijken. Maar ja, dat kan vanavond pas, dus ik ben heel benieuwd hoe het vanavond afstamt. En daarna had ik papa dag. Ik dacht eigenlijk dat ik de laatste aflevering had, maar ik heb er nog 1. Dus dat is wel fijn. Ik ga nu even een wasje bij elkaar rapen en dan ga ik eventjes die aanzetten en dan ga ik de bak even doen. Want dan ben ik misschien voor de bui losbarst nog binnen, want het zou zo gaan regenen. Dus het zou wel fijn zijn als ik dan weer binnen ben. En dan ga ik lekker schoonmaken. Dus ik ga jullie even bij de kattenbakker erbij zetten. Dan ga ik even mijn ding doen. Dus dat is de planning voor vandaag. Zo, ik ben weer klaar. De droger die kan zwaar, want het was dus ook al klaar. Ik heb wel even mijn ondergoed uitgehangen, want ik vind het toch nog een beetje eng in de droger. Ik weet niet of dat helemaal goed gaat. Ik heb wel even wat nagellak eraf gehaald. Die waren heel erg beschadigd, dus dat vond ik niet zo prettig. Bij hun hebben schone bakken, de douche is schoon, de gang is schoon. Dus wat dat betreft weer super. Ik ben droog naar binnen gekomen toen ik het grit naar de kliko bracht. Dus dat was ook wel heel fijn. Ik heb nog geen regen gezien, dus ik ben heel benieuwd of het nog gaat vallen. Maar goed, dat gaan we wel zien. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft ben ik er wel lekker vlot doorheen gegaan. Dus dat ging allemaal wel soepeltjes. Ja, vanavond het spelletje kijken. Ik denk misschien ook nog wel eventjes dat bed en breakfast weer. Want dat vond ik toch wel leuk. Zullen we even kijken hoe dat verder gaat. Dat heb je nu elke avond op RTL 4. Alleen op vrijdag niet. Daarna ga ik even, ja, misschien nog wel wat terugkijken. Ik wil sowieso de vlog even afmaken. En mijn foto's even bewerken. En dan ga ik daarna weer kijken naar Nieuw Amsterdam. Want ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe dit afloopt. En die nagels natuurlijk even bijwerken. En verder heb ik vanavond dan nog een aflevering van Papa Dag, dus dat wordt het ook. Ik ga zo nog even lekker relaxen, dan straks even douchen en dan lekker eten maken. Dus ja, verder niet echt een hele spectaculaire avond. Ik hoorde wel dat de besmettingscijfers heel hoog waren, dus ik hou mijn hart een beetje vast of niet straks alsnog de mondkapjes weer terug gaan komen. Ik hoop het niet, maar je weet het niet, want dat getal was weer ver boven de 2, maar goed, dat is allemaal even afwachten.
Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten, want ik ga toch niks meer doen. Ik heb weinig te vertellen, dus ja, dat is het dan ook. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Als je daarop klikt, krijg je ook een melding zodra ik een video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik je dan gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!